Een inspiratiereis organiseren we omdat we in Flevoland al ontzettend veel inspirerende zaken op het hele gebied van de energietransitie gebeuren. We hadden bedacht met de kerngroep van de Flevolandse Energieagenda, we moeten elkaar ook af en toe onder wat meer informele omstandigheden zien, om informatie uit te wisselen, om van elkaar te kunnen leren. En toen zeiden we, nou, zullen we nou eens gewoon beginnen met in huis, om elkaar te inspireren en het grootste deel van de provincie aan te doen om een aantal inspirerende voorbeelden te zien die je nodig kunt hebben voor je eigen energietransitie. De relevantie van windmolenparken is natuurlijk boven kijf. We gaan in Nederland toch heel veel meer windmolens nodig hebben om de energiedoelstelling opwek duurzame energie te halen. Dit is een van de voorlopers en het is mooi om te zien hoe het hier al gerealiseerd is. Die windmolens zijn zo belangrijk omdat het een van de grootste windparken van Nederland is. We hebben heel veel duurzaamheidsdoelstellingen meegekregen vanuit Europa. Nou, en dit draagt eraan bij. Persoonlijk denk ik dat we verder moeten ontwikkelen. Groter, dat stuit ook op heel veel weerstand. Dus dat durf ik niet zo te zeggen voor de Kamer. De ZEP op Urk is natuurlijk fantastisch omdat daar geïntegreerd zonnecellen in dakpannen verwerkt zijn. Dus in plaats van die panelen kun je ook op monumenten en historische panden je zonnecellen kwijt. ZEP maakt dakpannen met zonnecellen. De zonnecellen zijn geïntegreerd in de dakpan. En op die manier kan je op een mooie manier duurzame energie opwekken. Door duurzame energie ook echt mooi te maken, zodat je geen verrommeling van het landschap krijgt. En zodat mensen ook heel graag willen kiezen voor duurzame energie. Ik denk dat Van Weijden laat zien hoe je op een hele innovatieve manier ook met nul op de meter en met mooie energiezuinige woningen aan de slag gaat. De bouwbranche is verantwoordelijk voor 45% van het gebruik van alle grondstoffen. Nou, als je dan je verantwoordelijkheid neemt voor de toekomst en ook voor onze kinderen, moet je als bedrijf, als bouwbedrijf daar natuurlijk wel rekening mee gaan houden. Dus wij hebben een beleid ontwikkeld hoe wij in de toekomst 100% toekomstbestendig zijn. En dat doen we onder andere door circulair te bouwen, maar ook door CO2-neutraal te zijn en door 0% afval te gaan werken. Mavé, koel- en warm systemen, innovatief, maar laat zien dat niet alleen het aan de kant van het wonen van belang is, maar ook aan de kant van het bedrijfsleven er wat kan gebeuren. Mavé BV is een engineeringsbedrijf die producten zelf ontwerpt en produceert. Eigenlijk maken we ecosystemen voor superjachten. Daarna zijn we ook begonnen voor verwarming voor huizen, maar van warmtepompen. Wij zijn ermee begonnen omdat wij ook zien dat de wereld moet veranderen qua energieverbruik. We moeten van het gas af, dat is ook wat iedereen roept. En daarom zijn we daar ook eigenlijk mee begonnen, ook voor de huizen in plaats van alleen maar voor de boten. Zeewolde Zon en Zeewolde is een project wat echt puur op particulier initiatief ontstaan is. En dat is mooi om te zien dat het niet altijd van overheid hoeft te komen, dat juist als het uit de samenleving komt, het succes kan worden. Zeewolde Zon is bijzonder omdat het een hele groep mensen bij elkaar heeft die allemaal samen dat ene zonnestroomsysteem zeg maar, hebben en beheren en praten over nou ja, wat ze met elkaar willen. Of er nog in de toekomst misschien nog andere mogelijkheden zijn om te gebruiken vanuit die vereniging Zeewolde Zon. Dus het bindt mensen echt in hun energieambities. Of de inspiratiereis echt inspiratiereis is geworden, dat gaan we pas merken over een aantal maanden. Wat is er nou blijven hangen? Zien we voorbeelden terug en kunnen partijen elkaar makkelijker vinden.